Hallo, kan ik je helpen? Of kijk je even rond? U kunt mij wel helpen, denk ik. Oké. Ik ben op zoek naar een cadeautje. Een cadeautje? Klopt. En waar is het cadeautje voor, hè? Het is voor een verjaardag. Het is een verjaardagscadeautje. Oké. Is voor een man of voor een vrouw? Het is voor een man. En voor een man? Klopt. Oké. Ga even kijken in de winkel. Ja. Pompidom, pidom, 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 pidom. Maar houdt hij van lezen? Nee, lezen, nee. Nee, is geen lezer. Klopt. Dus om hem nou een boek te geven? Nee, dat gaan we maar niet doen dan. Klopt. Hij houdt van koken. Houdt van koken? Nee. Oh, is geen kok. Klopt. Oké. Okay. Houdt van films? Houdt van films? Daar gaat hij eigenlijk nooit naartoe. Oh, daar gaat hij nooit naartoe. Klopt. Oh. Nou, houdt hij van sporten? Houdt hij van sporten? Ja. Dat ligt aan wat voor sporten? Uit van voetbal. Uit van voetbal, nee. Oh. Uit van tennis. Uit van tennis, nee. Uit van zwemmen. Zwemmen, nee. Uit van hardlopen. Hardlopen, nee. Uit van hockey. Hockey, nee. En korfbal. Nee. Basketbal. Nee. Badminton. Nee. Curling. Nee. Squash. Nee. Zeilen. Nee. Surfing. Windsurfing of golfsurfing? Windsurfing. Nee. Oh, dan golfsurfing. Ook niet. Ja, hij is niet echt een sporter, hè? Klopt. Maar hoe heet hij eigenlijk? Hij heet Bert. Oh, hij heet Bert. Klopt. Oké. Maar wat is het allereerste wat in je opkomt? Als ik zeg Bert. Moeilijk om een cadeautje voor te kopen. Ja, dat heb ik wel in de gaten. Misschien houdt hij van dieren? Houdt Bert misschien van dieren? Dieren in het algemeen of dieren om voor te verzorgen? Ja, dat. Van de dieren voor te verzorgen. Nee. Oh, dan van het algemeen? Ook niet. Oh. Ja. 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 Ja, dan is het even heel even hard op te denken. Ja. Maar wat misschien wel een leuke cadeau zou kunnen zijn. Ja. Dat is dan nou, wordt het een. Een tegoedbom. Een tegoedbom? Ja, met goedbom. Oké, later kan je zelf iets uitzoeken. Ja. Maar ik weet dus juist niet wat ik uit moet zoeken. Nee, gekkie, moet jij niet uitzoeken? Moet Bert zelf doen, Bert moet zelf uitzoeken! Oh, op die manier? Ja! Ja, maar dan is een tegoedbom misschien wel een goed idee. Ja, dan juist misschien. Maar dan is een tegoedbom misschien juist wel een hartstikke goed idee. Ja! Ja! Nou, hoeveel zakken opzetten? Niet zo heel veel, gewoon groetjes. Ik bedoel natuurlijk het bedrag, Dompie. Ik bedoel natuurlijk het bedrag. 10 euro, 20 euro, 30, 40, 50. Ik weet niet wat Bert een leuk bedrag vindt. Ja, weet ik wel. Ik weet wel. Hij vindt 30 euro vindt hij een heel leuk bedrag. Hm. Dat vind ik echt zeker. Hm. Ja. Hm. Ik zelf ook altijd. Ik ook altijd de groep om voor 30 euro. No. Ik koop altijd cd's ervan. Ja, Bert houdt niet van cd's. Ik zeg toch, ik koop ze de iPhone. Oké. Bert kan iets anders kopen. Ja. Dat moet Bert zelf weten. Klopt. Je luistert weer niet naar mij. Klopt. Je luistert niet. Oh, te veel prikkels. Klopt. Ja. Even een rustmomentje inbouwen. Ja. Hakuna Matata. What a wonderful world. Hoezo, rustig maar. Hakuna Matata. What a wonderful world. Rustig maar, geen paniek. Nee. Rustig maar, geen paniek. Nee. Rustig maar. Ja. Hij heeft goed gemaakt. Hij heeft goed gemaakt. We laten gewoon alles even bezinken. Ja. Hè? Ja. En kom je morgen terug naar mijn winkel? En morgen hebben we het er gewoon weer erover rustig. Dat zou echt geweldig zijn. Ja. Dus kom gewoon morgen terug en dan hebben we het er gewoon weer erover. Dat zou echt helemaal super zijn. Ja, doen we dat toch? Echt helemaal goed. Dus
dan kom ik morgen terug. En dan kunnen we het er gewoon morgen nog een keertje over hebben. Ja, precies, ja. Echt, alleen, wat als we er dan morgen weer niet uit gaan komen? Nee, maar geen paniek nou, geen paniek. Rustig maar. Nou, als we morgen niet uitkomen, dan gaan we gewoon de dag daarna gaan we ook weer hier rustig over praten. Dit is echt heel fijn. Oké. Okay. Ja, tot morgen! Klopt!